Ja, dames en heren, daar is hij dan. De eerste hengst van de Hengstenshow 2016. We beginnen met deze hengst en we zullen ook met deze hengst weer eindigen. Het is de hengst met de naam Connex. Connex, u kent hem allemaal, dames en heren, als een wonderschoon paard. Vandaag de dag zou je zeggen, ja, is dat nou zo belangrijk voor een springpaard dat hij wonderschoon is? Nou, wij Nederlanders, wij houden in ieder geval van hele mooie paarden. En hier hebben we zo'n exemplaar, dames en heren, dat en een fantastisch exterieur heeft en hele fijne bewegingen laat zien. Daarnaast een verrichtingsonderzoek heeft laten zien, waar we u tegen kunnen zeggen, met zulke mooie cijfers, betekent dus ook dat hij als springpaard heeft getoond, heeft bewezen dat hij uit het goede springhout is gesneden. 9 van de 10 konden springen. Dat betekent dus dat we hier te maken hebben met 3 hengsten op een rij die in het 160 parcours hebben gesprongen. 3 hengsten op een rij. Nagedacht over de fokkerij betekent dus dat er heel veel springgenen in deze Great Blue zijn terechtgekomen. Nogmaals, Plot Blue maal Libero H. Een bijzondere combinatie natuurlijk en daar op die manier ook het Libero Haakbloed bewaard gebleven, direct bewaard gebleven in deze Great Blue. Heel evenwichtig, heeft hij ook laten zien in de hengstencompetitie. Toen, eigenlijk was hij nog een beetje groen toen we begonnen zijn. Oké, kunnen we misschien wat hoger gaan. Paard met een hengst met een fantastische manier. En zeker met heel veel vermogen. De verwachtingen zijn eigenlijk voor deze hengst, voor de toekomst, dan eigenlijk ook in de sport hoog gespannen. Een hengst die nou het werk eigenlijk steeds beter aan kan en ook nu steeds sterker wordt in zijn beweging. Goed. Dat is wel een hele goede reactie van deze hengst nu. De vorige keer op die blauwe was hij niet helemaal zo geconcentreerd, keek hij een beetje het publiek in. Dan mag je hem ook eigenlijk niet kwalijk nemen. Op deze leeftijd. Het is een scherp paard. Oh, dank je Karel. Ik denk dat u als kenner genoeg gezien heeft voor het vermogen en de manier van deze hengst. Dank je. Bijzonder lang gelijnd veulen. Dat heel parmantig optreedt. Dat het hier wel leuk vindt in automarsen. En het optreden kun je in speed best laten zien hoor. Geen enkel probleem. Heel mooi, tactvol lopen. Makkelijk lopen ook. Zo van, hier ben ik. Daar komen we dus van Great Blue. Ja, de afstammeling spreekt voor zich. De Colino is heel mooi, eigenlijk als op het springen gefokt. Silano was een buitengewoon, heeft hier gedekt bij ons op de stoeterij. Die heb ik zelf vanuit Duitsland naar Nederland gehaald. Ook het bloed van Concorde natuurlijk spreekt ook weer aan, zeker in de tweede en derde generatie. Concorde staat ervoor bekend dat hij scherpe paden maakt, voorzichtige paden met een hele mooie manier. En dat samen met Eldorado van de Zeshoek denk ik dat dat een hele passende combinatie is. Doe eens een paar sprongetjes, Tom. We beginnen laag en dan kunnen we misschien met hoog eindigen. Zo moet dat.
kun je nou vergelijken met deze winter in de hengstencompetitie steeds volwassener geworden? Of altijd laten zien over veel vermogen te beschikken, voorzichtig te zijn? Hier vinden we geen siers. Heel veel vermogen, heel veel afdruk. De grootste vaak is het probleem ook de tijden die steeds krapper worden in de parcoursen. Een paard moet kunnen versnellen op de sprong, dus in de afzet naar voren kunnen versnellen, ook naar de tweede boom toe. En dat kan deze hengst extreem goed, zoals hij laat zien. Prachtig gezicht, dames en heren, deze jonge veulens die zich op deze manier aan ons laten zien. Ziet er ook wederom geweldig uit vanaf de eerste pas aantreden, je ziet dat. Wederom die ruimte in het lichaam, dat ziet u bij alle drie. Blij de wereld in kijkend. Ja Jort, het is niet zo eenvoudig jongen. Nog een extra rondje voor jou zo dadelijk. Daar is die dames en heren. Spijkerhard en 21 jaren jong. Numero uno. Ja, zo doen we dat, ja. Geweldig, dames en heren. 21 jaren jong. En er zo florissant bij staan. Geweldig toch dat we op deze manier de hengsten in de ring hebben. Maar Marco, goed, doen ze Globsjans een beetje naar rechts en dan beginnen we over die gele plank een keer. Heel interessante afstamming met twee Grand Prix hengsten, zowel als aan de vaderszijde als aan de moederszijde. Hartbreken, een heel belangrijke steunpilaar van de Nederlandse fokkerij, nog steeds. Dan spelen we maar één keer die gele en dan linksom naar de groene oksel. Oké. Mooie afdruk. Op de hoge hindernissen nou beter te springen. De eerste paar sprongen een heel klein beetje vast. Maar een heel klein beetje vast dat kan. En is vaak ook voorzichtigheid. Wat na de tijd eigenlijk alleen maar meer positief werd in de loop van de verdere carrière. Heel efficiënt te springen. Intelligent aan de hindernis. Dank je Marco. Ik denk dat Fokkers heel genoeg gezien hebben om een oordeel te kunnen vellen over de capaciteiten van deze hengst. Power Blue, Blood Blue Ball Heartbreaker. Nieuw is, om het zo maar te zeggen, geboren in 2012, nu dus 4 jaren jong is. En Caroline presenteert de hengst onder het zadel. Het is Hadley, dames en heren. Hadley, KWPN gekeurd van de hengst Tornes. En Tornes is zelf een hengst die dus op het allerhoogste niveau uitkomt. In de moederlijn ziet weer de derde generatie de hengst Ramiro.
En in de vaderlijn zien we in de derde generatie Libero H. Bijzonder lichtvoetige galop. Goede afdruk, goede reflexen. Heeft veel aanleg als springpaard en geeft de ruiter een goed gevoel. Bijzonder belangrijk, al deze eigenschappen, om uit te groeien tot een bijzonder sterk springpaard. Mooi lang geleid en goed in het rechthoeksmodel staat, zoals we dat tegenwoordig zeggen. En dat kunnen we natuurlijk ook gewoon mooi meenemen. De zoon van Tornesch. Uit een merrie, een elite merrie van Cornets Olenski, maal G. Ramiro Z. Aan u wordt gepresenteerd, Henley. Ja, zoals Jan al zei, de jongste hier vanmiddag. Mooie balans in zijn galop, heel chanceert heel makkelijk. Hele mooie manier, bukt eigenlijk mooi, zoals wij dat zeggen. Hengst heeft een goede verrichting gelopen. Extreem mooie afloop heeft deze. Ja, de afloop dan bedoel ik daarmee eigenlijk het voorbeengebruik, de bascule en dan het afmaken achter. Hengst is een paar keer mee geweest op een oefenparcoursje. Is ook op een andere, op vreemde terreinen eigenlijk heel goed bij de les. Hengst die extreem goed naar de paal kijkt, heel voorzichtig wil zijn, heel voorzichtig is ook. Goed, nog één keer de oksel een beetje hoger. De mogelijkheden die deze hengst heeft en die hij met zelf al meebrengt. Oké, dat was heel mooi. Dank je, Karel. Laten zien, een hengst die het in de sport bijzonder goed doet. Samen met Marco Kuchel, die grote prijzen heeft gewonnen in 2016. Zoon van numero uno. En de moederlijn zien we Bernstein. En Burggraaf, de naam is Van Gogh. Nakomelingen, dames en heren, van Van Gogh. Van Gogh maal Kram Corrado, kampioen Limburg 2015, driejarige merries. Tekst Van Gogh die we hier vandaag aan u laten zien. Grootmoeder is ook een hengstenmoeder bij het Zweedse stamboek. En zoals ik u zei, zijn exterieur, zijn bewegingen, zijn verrichtingsonderzoek, zijn hengstencompetitie, alles is top voor elkaar. En de nakomelingen hebt u net gezien. Die hebt u allemaal nog keurig netjes op uw netvlies staan. En ook dat levert een bijdrage, een positieve bijdrage aan de kwaliteit van deze nog jonge Connect. Die iedereen eigenlijk kan rijden. Goed gedaan. Dus het kan niet anders zijn. Een eigen waarde gelaten worden en zelf naar de palen moeten kijken. Oké, u ziet dat elke sprong zich nou meer ontwikkelt.